Een hele goedemorgen. De volgende postbode. Het is vandaag weer vrijdag. En we zijn weer op pad. Vandaag 2 weken. En de eerste wijk begint in de orde. Tegenover mijn oude wijk. Ligt daar. Oudere kijkers weten het wel. Ik heb vroeger gelopen. Ik loop nu in de oog, want het is vandaag niet echt veel. Voor deze wijk heb ik 3 kratjes. En voor mijn eigen wijk ook 3 kratjes. Dus we gaan lekker aan de slag. Op ons gemakkie. En ja, lekker bezig vandaag. Het is droog. En ja, helaas mis ik de zon. Maar voor de rest is het ideaal weer. Het is niet koud, het is heerlijk. Ik ga snel even naar het bowlingcentrum. En wij spreken elkaar zo weer. Zo, de eerste poststukken zijn afgeleverd. Ik ga snel terug naar de fiets. En dan gaan we door met de andere wijk. Dus ik heb die palmboom geplant. Ik dacht nou wat. Ik loop hier bij de sporthal van IJsselmonde, bowlingcentrum en dergelijke. Dus nou ja, goed. Ik ga nu eventjes snel terug naar de fiets, want ik loop weer anders dan ik eigenlijk voor ogen had. Maar goed, het is goed weer. Geen haast vandaag. Het is net 9:30 en ik kan ja, door tot vanavond 9:00 als het moet. Was het niet verpland hoor, maar goed, het kan. Dus nou ja, wij zien het vanzelf wel. Ik zou zeggen, blijf zeker even kijken, want we gaan weer een groot aantal kanten op. We zien vandaag scholen, bedrijventerreinen en uiteraard woningen. Misschien zelfs nog een paar winkeltjes. Dus ja, we gaan er vandaag weer een gevarieerd programma van maken. Dus blijf kijken, zou ik zeggen. En wij zien elkaar zo weer. Een verdwaalde kerstboom. Het is net gaan regenen. En misschien zie je het wel een beetje op de lens. Ja, het is misregen. Wordt er niet echt vrolijk van. Maar goed, we doen er niks aan. En we moeten toch doorgaan. Ja, dit is toch ook Rotterdam. En zoals je ziet, ja, het ziet hier best wel super gezellig uit. Maar goed, we gaan weer verder. Met het bezorgen van de post voor de gemeente Rotterdam. Zo, even een kleine pauze tussendoor, even een sigaretje roken. Ja, ik ben even lekker onder een afdakje gezeten in mijn flat. Ja, het is heerlijk weer, het is niet koud. Het is alleen af en toe een beetje vochtig. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. Als ik kijk naar Oostenrijk, dan ja, ik zag gisteravond op het nieuws 4,10 meter aan sneeuw gevallen. Dat is een bek, jongens. En het schijnt eind volgende week hier ook te gaan sneeuwen. En ja, krijgen we nachttemperaturen rond het vriespunt. Dus ik hou mijn hart vast wat hier gaat vallen. Ik denk niet zo extreem veel, want het zeewater is natuurlijk veel te warm. Maar goed, ja, het kan wel zo zijn dat dat hier wissel gaan worden, ja. Kijk hoeveel wijk ik dan heb. Dan hoop ik maar eentje, want dat denk ik wel aardig eindje onderweg. Maar goed, het is nog even een weekje afwachten. Ik bedoel, de weermodellen gaan nog alle kanten uit. Dat had te maken met de straalstroom en dergelijke. Dus, ik zie wel. In ieder geval, ja, ik zit even lekker op mijn gemakkie te genieten. Om het zo te zeggen. En, ja. Moet ik ervan zeggen. Ja, het is heerlijk gewoon. Meer kan ik er niet van maken. Dus nou, ik spreek jullie zo meteen weer. Ik ga zo een aantal vlekjes doen. Wat eensgezinswoningen en wat villa's. Best wel een diverse straat waar ik nu in ben. Aan het begin met een flat en het einde ook met een flat. Verschillende flats overigens. En dan krijg ik bij eensgezinswoningen. En vervolgens een aantal villa's. Dus ja, mag niet klagen. Dus, het is niet echt veel vandaag. Ik heb voor elke week heb ik 3,5 krat. Alleen ja, je moet alle straten doorlopen. En dat is best wel een nadeel. Maar goed, het voordeel is dat je ook weer ja, snel klaar bent. Deze wijk die ken ik heel erg goed. Mijn eigen wijk, dat kan ik daar op een heel groot stuk ook gewoon uitfietsen. Dus die moet ik echt aan de rondlopen, omdat ik niet echt weet hoe en wat hier in de wijk is. Dus, daar heb ik in mijn eigen wijk natuurlijk weer last van.
Dus dat zal weer een stukje sneller gaan. Afijn, ja. Ik zou zeggen, kijk mezelf even rond. Ze hebben een auto gestopt. En zit ineens weer op het ja, bijna platteland, zou ik zeggen. Ja, we zitten nu in het park, het Zevenbergse dijkje. En we gaan nu naar het industriegebied en dan zie je bijna klaar die wijk. Dus ik zeg, blijf nog even lekker kijken. Wederom staan we weer op een iets andere plek. We staan nu op een klein industrieterrein. Ik dacht even een kleine woonboulevard. Zo, het is tijd om even een hele kleine pauze in te lassen. Ik ben het laatste stukje bezig. Op de Florijnstraat, jazeker. En ja, even ben ik klaar. Dan ga ik naar huis toe, een hapje eten. En dan ga ik weer naar mijn eigen wijk. Dus voorlopig ben ik nog niet klaar. Het is 1 uur geweest, dat weet ik wel. Ik heb het echt helemaal gemak gedaan. En thuis even zitten. En dan dadelijk nog een keertje een paar uurtjes wandelen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker vrolijk kijken. Zo, welkom. Nou, ik loop op dit moment al hier in de kerk in mijn eigen wijk. En ja, de flats heb ik al gehad. Groot gedeelte van de Lekkerlaan heb ik al gehad. Ik ga nu terug naar mijn fiets om te gaan richting de Eemhof. Zoals je ziet, het begint al donker te worden. Ik heb mijn regenpak aangetrokken, want de buien worden langer en ook veel natter. Ik heb een beetje looppas hier gezet. Dus ja, het weekend schijnt ook niet al te best te gaan worden. Met name de zondag schijnen heel veel regen te krijgen. Dus dat was een berichtje. Dus dat gaat er ook niet op vooruit. Ik ga wel speer verder. Zo, het is een beetje erg donker geworden. Dus ik sluit hier ook bij de vlog af. Ik ga verder. En ja, zoals je blijven zien. Ja, stop ik met de vlog. Want ja, dit heeft toch geen nut meer. Het is te donker, het is te laat. Dus ik hoop dat het een beetje een leuke vlog vond. Voor een leuke vlog, dan duimpje omhoog natuurlijk. En ja, tot de volgende keer maar weer, hè. Ja, dat was hij wel.